Het nieuws in 1 minuut. Het verdachte pakketje dat werd gevonden bij Bolwerk Advocaten in Enschede is geen bom. Het Nederlands Forensisch Instituut doet nog nader onderzoek naar de exacte inhoud van het pakketje. De politie is in de omgeving van Paaslo op zoek naar twee mensen die betrokken zijn geweest bij een ongeval tussen twee personenauto's. De personenauto van het tweetal werd totaalloos achtergelaten bij een frontale aanrijding met een andere auto. Aannemer Excel in Lemelen heeft het faillissement aangevraagd voor de aannemerstak van het bedrijf. 68 mensen komen hierdoor op straat te staan. De timmerfabriek en de projectontwikkelaartak blijven wel bestaan. In de moskee in Deventer werd een tweede informatieavond gehouden voor omwonenden die protesteren tegen het 2 keer per dag uitzenden van de ezan. De oproep tot gebed. Tijdens de bouw van de moskee is afgesproken om de ezan 1 keer per week op vrijdagmiddag plus 10 keer extra per jaar uit te zenden.